Toen Sinterklaas op zaterdag 14 november voet aan wal zette in Hoorn, hadden we op van alles gerekend. Verslaggever Joop van Hinten was als een van de eerste op de Oude Doelenkade aanwezig om de gang van zaken gade te slaan. Tegelijkertijd koos Willem Kaptein het Hoornse sop om een poging te wagen en glimp van de voorbereiding op de Madrid op te vangen. Van beide heren krijgen we nu de bevindingen te zien en het lijkt alsof er op de Madrid wat problemen zijn. Laten we dus daar met onze speurtocht beginnen, af en toe afgewisseld met beelden uit de binnenhaven. Ik sta nu op de boot van Sint-Nicolaas. Ik zal eens kijken of ik Sint-Nicolaas kan bereiken voor een paar vragen. Het is hier een doolhof met gangen, maar gaat u met ons mee? Ah, Zwarte Pieter! Hallo jongens, luister even. Is Sinterklaas er niet? Waar is Sinterklaas? Is Sinterklaas er niet? Oh nee, hij wil helemaal niet. Dat zijn zo van de verschrikkelijke verhalen. We zitten met allemaal prachtige pakjes voor allemaal kindertjes, maar hij wil niet. Wat wil hij niet? We hebben een groot probleem, hij wil niet. SOS Highway 1, SOS Highway 1, over. SOS Highway 1, hij wil niet de Madrid hier over. Een heel belangrijk attribuut natuurlijk bij Sint-Nicolaas, dat is zijn paard. De witte schimmel. En hij staat hier achter mij. Zwarte Piet, u heeft het paard opgepoetst. Hij is er helemaal voor klaar de komende weken. We zijn 363 dagen aan trainen geweest om bij de daggoot op te komen. En hij was zelfs zo goed klaar dat we eigenlijk wel met Jumping Amsterdam mee zouden kunnen doen. We zijn al een week hier in Nederland, dat weten de kinderen niet, maar dat is al zo. Omdat er een zuidoostenwind was, zijn we dus in Vlissingen van boord gegaan, want het was zo vervelend aan boord. Ook voor mij en voor het paard. En wij zijn hier dus rijend naar Hoorn gekomen en we wachten nu op de baas, op de grote baas. Dit is de ingang van de sporthal. De sporthal? Ja. Jeetje, kreetje, wat een liefde. Mag ik eens even kijken? Goeie wel. De via de touw. Via de touw. Zichten, zichten. Zitten. Door. Ja, goed zo, goed zo. Heb jij Sinterklaas nog gezien? Ik zoek hem. Nou, ik dacht dat ik hem in de keuken zag. Kan ik even met je meelopen? Want ik weet, ik ben hier helemaal niet bekend. Ik ben hier helemaal een beetje verdwaald. Waarom gaan jullie dan door? Ja, wij moeten altijd pepernoten maken. Altijd pepernoten maken. Deze is mooi. Ja.
Nou, jij zegt wel goed, ja? Antonius, goed van lengte, maar qua dikte, nou dan... Nee, pas op, die is goed van lengte. Zou u goed wezen? Wij gaan kijken of Pedro, onze hoofdkeurmeester, hem ook goedkeurt. Ja, dan is hij een topkwaliteit. Ja, jullie zeggen, zijn goed van lengte, zijn goed van dikte. Ik keur nog of hij bruin, prachtig bruin, zijn prima kwaliteit. Heel mooi. Is hij al gaar? Zal ik eens even keuken voor je? Ja. Het is heet! Heet, het is heel heet! Schaar, is hij gaar? Is hij gaar? Is heel goed, kan ik kijken? Zal ik kijken? Nou, kijken. Moet je kijken? Hebben jullie nog niet gezongen? Nee. Waarom niet? Daarom niet. Maar vanavond wel natuurlijk, hè? Ja, want daar zetten we ons een schoentje neer. Ik denk dat we nu al een beetje in de buurt komen van Sint-Nicolaas, want die wil ik toch eigenlijk wel graag spreken. Ik zal ze niet wakker maken. Door kan eens kijken wat er achter deze deur is. Ik heb hem gevonden, eindelijk. Ik wil niet meer, hoor. Sinterklaas, ik ben blij dat ik u eindelijk heb gevonden, want ik heb het hele schip al rondgezocht. Maar ik hoor van alle Pieten, hij wil niet meer. Wat slaat dat op u? Ik wil niet meer. Ik ga niet meer horen. Waarom wilt u niet naar horen? Nou, dat zal ik je vertellen, jongeman. Ik heb hier al mijn gedichten en... al mijn cadeaus heb ik ingekocht voor burgemeester Jansen. En wat zie ik nu hier op mijn hypermodern communicatiemiddel, op mijn computer, dat niet Jansen, die komt niet, maar een of andere loco-burgemeester zijn. Nou, en nou wil ik er niet meer naartoe. Het gaat gewoon niet. Alles is geregeld en gedaan voor Jansen en nu komt zijn. Dat gaat niet. Maar Sinterklaas, dat kunt u toch niet maken? De kinderen in Hoorn rekenen op u. Moet je nou eens kijken. Ik heb cadeaus heb ik ingekocht. Ik heb een rijm heb ik gemaakt en wat hoor ik nu? Nou komt zijn. En dat gaat helemaal niet. Daar heb ik niet op gerekend. Wat moet ik nou voor zo'n man dan weer meenemen?